En toen heb ik een trouwring-emoji achtergelaten onder zijn foto's. Het gewoon meerdere. Bring the action. In iemands DM sliden of dating-apps? DM sliden. Generatie-dingetje. DM sliden, dat klinkt alsof we op ski-vakantie zijn. In iemands DM sliden. Ja, absoluut. Dating apps, daar kan ik gewoon echt helemaal niks mee. Ik ben Faye Ferry, ik ben zangeres en je kunt me onder andere kennen van The Voice of Holland. Nou, gezellig. Wat zijn we wat uit, hè? Ja, maar meid, gezellig weer. Pride Talk. Oh. En natuurlijk met de fabulous jonge diva. Stel je even voor, stel je even voor. Dankjewel, schat. Miss Jackie de Jong, die heb je hier nu voor je ogen. En ik zit hier wel met een hele bekende queen natuurlijk uit onze scene hier in Nederland. Diva Mayday! Bedoel je daarmee de oudste? Ik ben Diva Mayday, ik ben 21 jaar en ik doe al 32 jaar drag. En ik hoef eigenlijk geen introductie, jullie kennen me toch allemaal wel? In iemands DM sliden of dating apps? Grappige vraag dit. Mijn naam is Splinters, ik ben Chabot en ik ben schrijver en programmamaker. Ik ben Lisa van Ginneken en je zou mij kunnen kennen van de Tweede Kamer, want daar zit ik in namens D66. Ik heb geen dating apps. Ik had Grindr en Tinder. Grindr vond ik wel heel, voor de mensen die niet weten wat Grindr is, is eigenlijk een Tinder, maar dan is het eigenlijk alleen maar gericht op seks. Ja, kijk mij niet aan, ik heb nooit op Grindr gezeten. Oh nee, echt niet? Nee. Maar wat doe jij dan DM's in sliden? Of... Ik ontmoet mensen in het echte leven, ja. Zeg je dan, dan klink ik heel oud hè, als ja. Ik dat zo zeg. Hi, ik ben Tommy Baljet en je zal me denk ik kennen van dat was je gay reality programma Prince Charming. Als je een dating app moet kiezen, wat gebruik je? Ben jij meer een grinder type of ben jij toch meer een beetje van het sliden? Ik ben toch wel meer van het sliden. Ja. Omdat je kan echt alleen met elkaar praten als je allebei het leuk vindt. En bij een app als een grinder, dan is het, kan iedereen elkaar aanspreken. Ik heb veel dating apps gebruikt, nou hartstikke leuk. Oh ja. En mijn vriendin ken ik uiteindelijk door de DM-slide. Dus okay, zij liked de foto's van mij op Instagram. Toen dacht ik, wie is dat? Ik ben Hannah Barefoot en ik ben schrijver. Ik ben Raoul de Jong en ik ben schrijver. Dus je bedoelt dat je iemand je een berichtje stuurt in je direct mail? Nee, ik date helemaal niet via... Of ik date ook eigenlijk helemaal niet. Het is ook niet via een app. Ik heb al een relatie sinds mijn 18e met dezelfde vriend, man. Dus, nou, ik ben nu 56, dus dat is best wel lang. Maar dat zijn homo-jaren, is dit... Niet homo-jaren. 230. Ik ben Michiel van Erp, ik ben regisseur. Dus ik regisseer televisieprogramma's, films en in theater. Nou, ik ben dus Patrick Martens en ik ben presentator. Af en toe speel ik nog wel eens iets, maar voornamelijk ik presenteer nu Koffietijd. Wat betekent Jan voor jou? Alles. Wij zijn 53 jaar samen. En ik had geen betere man kunnen hebben. Jij hebt ook een partner? Ik heb ook een vriend, ja. Allem? Ja. 5 jaar. 5 jaar? Ja, en het is ook gewoon... ik vind het wel heel fijn. Maar dat is wel het allermooiste wat je kan vinden in je leven. Hè? Liefde, een soulmate. Af en toe botst het ook wel eens, maar dat hoort er ook bij. Dat doe je ook. Ja, ik vind dat wel heel leuk. En dat wil ik eigenlijk ook iedereen meegeven. Want hoe langer jij wacht om te vertellen wie je bent... Hoe langer het duurt dat je zo'n leuke... Dat je gelukkig bent. Ja, toch? Ja. Hoi, ik ben Tom Gowdery. Ik ben verslaggever bij SBS Show News. En ik maak bij SBS Show News mijn eigen online serie Bekend in de Buurt. Ik ben Ronnie Tober. En ik ben zanger in Nederland. En ik zing hier al vanaf 1963. 2 keer het Songfestival gedaan. Vele hits gehad. En ik ben blij dat ik hier met jou mag zitten. Het is makkelijker om in iemands DM's te sliden op Instagram. Zodat je al meteen... Een soort van, ook je social media hebt gezien en een beetje weet van wat voor dingen posten. Dan weet je ook wel dat diegene waarschijnlijk echt is. Ja, toch? Precies. Ik ben Marta, Mark Rubbles on TikTok. Ben model en... Miljoen volgers, hè? Miljoen volgers. Ja. Ik ben Rutger Vink en wellicht ken je me van mijn YouTube kanaal Veurtje, waar ik al 10 jaar video's maak. Dat is best tijd. Dat is best lang. Daarom ben ik ook de oude in dit gesprek. Maar je zou het niet zeggen. Ah, bedankt. Ik ben toch meer een DM-slider. Wow, nice. Maar ik heb mijn vriend wel leren kennen via Tinder. Ik match nooit uit, zo vreselijk. Ik dacht, een leuke toerist. Mm-hmm. Leuk voor het plezier. Mag toch ook soms. Ja. En toen was het, het is meer geworden. De dating-app heeft het wel voor mij gedaan. Nou ja, ik heb mijn vriend leren kennen via Instagram. Ik zag zijn foto's en toen heb ik een trouwring-emoji achtergelaten onder zijn foto's. Echt gewoon meerdere. Heel creepy. Maar ja, het werkt wel. We zijn al 6 jaar samen.
Dus ik zeg ook... het was niet eens in de DM, het was gewoon publiekelijk. Ja, gewoon openbaar. Zit jij op datingsapps of heb je erop gezeten? Nee. En was de reden dat je dat... Nee, ik heb er wel een keertje op gezeten. Jawel. Ja? Ja. En welke app was graag gemaakt? Ja, dat is zo'n... Dat was een tijdje heel populair. Yubo. Dat is niet echt een dating app, maar soort van wel. Jawel, het is wel een beetje een dating app. Ja, ik weet niet of je het kent. Geen idee. Nee, oké. Okay. Het is meer voor jongeren. Oh, ik wilde zeggen, ik ga het gewoon gelijk downloaden, maar dat doe ik maar niet. Nee, ja, ik denk niet dat hele oudere mensen erop... Niet zo vertellen. Hoi, mijn naam is Dignam en ik heb meegedaan aan Prince Charming. Hi, ik ben Amber en ik ben 16 jaar en je kunt me kennen van Make-up Cup. Op dit moment zit ik niet op datings apps, maar ik heb er wel heel veel gebruik van gemaakt. Is er een reden waarom je er niet meer op zit? Zonde van mijn tijd. Ja. Weet je, ik ga mijn tijd liever aan andere dingen besteden. Ja. Momenteel maak ik er geen gebruik meer van. Maar wie weet, ik zeg nooit, nooit. Wat voor dating app? Ik had ook heel lang geen smartphone. Ik heb er eentje genomen om op dating apps te kunnen. Dan had ik Twitter, had ik natuurlijk. Of niet Twitter, oh my god, nee. Dat is geen dating app. Nee, Tinder, nee. Ik klap nu om dat nieuw te laten gaan. Niet omdat ik een tik heb. Toen had ik Tinder, natuurlijk. Ja. En ik had Her, een dating app voor vrouwen. Ja. En het verschil met Tinder was, bij Tinder swipe je het weg en dan komt het nooit meer terug. En bij Her was het een carousel. Dus je kon het nooit uitspelen, je kon alleen maar blijven ronddraaien. En gaat het wel snel richting seks ook? Ja, bij mij wel. Maar ja. Ik weet niet, ja, ik dacht altijd van bij de eerste date, zeker als iemand uit een andere stad komt of zo, van ja, nu we er toch zijn. Krijg je wel eens vlichterige berichten via social media? Wat voor berichten? Vlichterigere. Okay. Ik ben Jens Geerts. Zij, haar, dat zijn mijn voornaamwoorden. Ik kom uit België en ik ben 33 jaar. Dit vind ik de ergste coming out, vind ik gewoon mijn leeftijd te zeggen. En je kan me misschien kennen van OutTV. Ik ben Maxime, ik ben 16 jaar, ik kom uit Utrecht. En je kan me kennen van het Junior Song Festival, waar ik 3 jaar geleden aan mee heb gedaan. En nu doe ik TikTok en Instagram. Ergens zeker wel, ja, DM's, regelmatig, ja. Niet altijd thuis, de jongste, zeg maar. Dan zitten ook altijd wel wat oudere mensen bij en dan denk ik, ja! Reageer je er ook altijd op? Nou, nee, maar ja, als ik geïnteresseerd ben, ja. Dan ja. Dan, jij bent single? Ja, ik ben wel single. Oké, ze is single, mensen. Ik ga stuk. Hi, ik ben Nazmoun Zaman en ik ben de initiatiefnemer van Paarse Vrijdag. Krijg je wel eens flirterige berichten via social media? I wish, bitch. Really, I wish. Echt. Ik krijg ze wel eens. Ik moet zeggen dat ik het heel moedig vind van mensen die durven iemand DM te sliden. Ik durf dat niet. Ik voel me heel awkward. Wacht even. Je durft niet? Nee, I'm socially awkward in that sense. Really? Ja, ik durf niet in iemand... Jij bent verlegen. Ja, I'm like... Why so, hold up the news. You sing this woman here, okay? Naomi Peter, zoek haar even op Google, alsjeblieft. Yeah. Google this woman, okay? Jij verlegen? Ja, I'm awkward. I am loving this whole thing. Ja, I'm awkward. So I'm loving like, it. Oh my god, waarom zou ik? Wat zal ik denken? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Don't look at me, don't look at me. Ik ben Naomi Peter. Ik ben medeoprichter van Black Queer and Trans and Resistance. En ik ben oprichter van Black Pride. Krijg je wel eens flirterige berichten via social media? Ja, dat krijg ik wel soms. Af en toe, dagelijks. En ga je daar dan ook op in? Nee, ik ben altijd wel. Als iemand zijn tijd neemt om een compliment te geven, ben ik altijd wel. Ik denk dat het wel leuk is om gewoon iets terug te zeggen. Die schattige smile. Nou, ik vind dat wel heel lief. Sharp as hell. Dat is ook een openingszin hoor. Sharp as hell, twang. Nou, misschien moet ik maar voor je gaan. Alle DM's. Ik moet zeggen, blijf komen. Alleen selecteer even of je denkt dat je up to my standard bent. Dan mag je een DM sturen en anders moet je het gewoon laten. Seks op een eerste date moet kunnen. Oh nee, niet voor mij. Nee, niet voor mij. Nee, ik ben echt een tuttebol. Ik ben echt een tuttebol. Ik wil ook zeker weten dat iemand schoon is. Oh, absoluut. En jij? Ik vind het wel, ik bedoel... Hè, dit... Het is je tempel, hè? Ja. Doe nooit wat je niet wil. Ja. En als je afspreekt via een app of wat dan ook, spreek altijd op neutraal terrein af. Mijn naam is Mike de Boer. Ik ben fashion- en lifestyle-deskundige. Ik ben Jona Blindenburg. Ik ben acteur en content creator.
Hi, ik ben Dani en ik ben de winnaar van The Voice of Holland. Hi, ik ben Jeroen Kijkendevechten. Ik presenteer samen met Jan-Willem Broodbeen de ochtendshow bij NPO Radio 2. En misschien heb je hem gezien in Wie is de Mol, waar ik de mol was. Wanneer was je voor het eerst op iemand verliefd? Voor het eerst echt verliefd denk ik dat ik 19 was. Dus dat is nu 2 jaar geleden. Ja, was mijn allereerste vriendje ook. Dus, oh, dat is ook gelukt? Ja. Oh. Ja. Oh, wat fijn. Ik vond het leuk dat hij heel erg makkelijk zijn onzekerheden zeg maar, deelde. Oh, op een eerste date dat je vertelt dat je ingegroeide haren hebt op je rug. Ik vind dat super cute. Ja. Het is een soort van zelfverzekerdheid die erbij zit. En I love that. Ik denk als ik echt heel erg terug ga, was het denk ik al een beetje in groep 3 of zo op mijn gymdocent. Ja. Cute. Ja. Denk ik, is dat cute? Ja, of is dat creepy? Nee. Ja. Bij mij op de middelbare school was ik verliefd op mijn beste vriend toen. En dat was echt een drama natuurlijk, omdat die jongen... Nee, dat is niet waar. Ik ben het nu al aan het overdrijven. Maar het was wel heftig, want het heeft zeker 2 jaar geduurd. Maar die jongen, die was gewoon zo hetero als maar zijn kon. En we hadden een hele leuke vriendschap met z'n tweeën, maar ik vond hem zo leuk. Ik weet eigenlijk ook niet of ik het ooit tegen hem verteld heb. Toen ik iets van 13 was of zo, en toen was ik bevriend met een meisje. En nou ja, ze was gewoon hetero en ik was op dat moment heel erg aan het questionen. Het liep heel slecht af, maar ik denk dat dat de eerste keer was. Ook mijn eerste heartbreak voor me. Geen vakantieliefde geworden. Nee. Vakantie heartbreak. Vakantie heartbreak. Ja, dat was zo. Oeh, wat een gebabbel. Nou, dank. Ja, jij bedankt. Ja, ja. Onze doos is leeg. Onze doos is leeg. Ja. Dat is een mooie quote, ook buiten deze context. Ja. Hartje, hartje. Bedankt voor het kijken. Like, subscribe. Geen belletje aan all of the above. Ja. Ciao. Pas op. Dit is al de 5e keer dat ik op mijn bek ga bijna.